Ja, Erik, dankjewel. Goedemiddag vanuit het Business Zone van de voetbalvereniging Nunspeet. Napraten over de wedstrijd Nunspeet-DTS. 1-2 de einduitslag geworden. Jeroen Spies, trainer van DTS en natuurlijk Erwin Brem, trainer van Nunspeet. Maar we beginnen met Jeroen. Jeroen, toen we hier de laatste keer stonden, is op 22 december vorig jaar geweest. Aan de vooravond van kerst. 4-0 overwinning voor jullie. Wervelend voetbal. Ik heb dat vanmiddag gemist. Dat kan ik geloven. Ik ook. ik vond het de eerste kwartier 20 minuten oké. Okay. Naarmate de wedstrijd vorderde en met name de tweede helft was onder ons niveau. Maar dat weten de jongens ook, dus dat is geen groot geheim. Ja, en hoe komt dat? Weet jij het? Vraag ik het aan jou. Ja, nee, als we het allemaal weten en het van tevoren anders kunnen neerzetten, dan doen we dat wel. Feit is in ieder geval dat voor ons was het belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Wij hebben met name het begin van de competitie heel goed gevoetbald. Alleen veel te weinig punten gehaald op basis van ons goede voetbal. Daar kan je een keer tegenaan lopen. Alleen uiteindelijk heeft het gewoon, vind ik, minimaal 5 tot 6 punten ons gekost. En dan sta je op een plek waarvan je weet van die is eigenlijk te laag. Wij zouden eigenlijk bij de bovenste ploegen moeten spelen. Ja, en dat zie je denk ik wel vandaag ook. We beginnen nog wel oké. Okay. Maar we zijn niet in staat op dit moment om door te drukken. Van 1-0 sneller naar 2-0 te gaan en eventueel misschien een derde te maken. Te veel momenten, met name de laatste 20, 25 meter, waarin we niet daadkrachtig zijn en niet de goede keuzes maken. En dan krijg je zo'n wedstrijd als vandaag. En dan win je hem denk ik uiteindelijk wel terecht omdat we beter zijn. Maar niet omdat we Nunspeet overklast hebben of veel beter waren, maar gewoon omdat we meer kwaliteit hebben. Maar als trainer is het, zou ik wel graag zien dat we weer naar het niveau groeien waar we toen, wat we toen ook hebben laten zien. En dat gaat wel komen. Je moet eerst soms maar ook eens punten halen en serie neerzetten en van daaruit verder bouwen. En we spelen niet elke wedstrijd zo'n wedstrijd als vorig jaar hier dat dat alles lukt. Toen ging echt alles goed, hè? Nou ja, wel veel. En toen was het volgens mij na 20 minuten, moet ik even graven, was het 0-3 en had uiteindelijk wel 6-7, 8-0 kunnen worden. Maar dat kan niet altijd. Laat ik maar bij deze zeggen dat ik blij ben dat we gewonnen hebben. Nogmaals, ik denk ook wel terecht. Alleen niet met mooi voetbal. Erwin, laten we bij het begin beginnen. Van Wetering geblesseerd van de week op de training. Peter Huijgen geblesseerd. En dat toegevoegd aan die lange rij die je al hebt, stelt je opnieuw voor problemen? Nou, geen problemen, uitdagingen. Kijk. Je bent Nunspeet een brede selectie. Dat betekent ook dat een aantal jongens die willen heel graag zichzelf een visitekaartje af laten geven. Die kloppen aan de deur, zoals ze zelf ook aangeven. Nou, op die manier kun je vandaag bepaalde jongens anders brengen. Dus het was geen plan B, het was een plan C. We hebben er ook niet lang over na hoeven te denken. Toen Peter Huijgen uitviel, is het niet mijn voorkeur, of niet onze voorkeur, dat we twee linker centraal linkspoot achterin hebben. Maar goed, Las en Giel in achterin. Nou ja, toen viel Las nog weg donderdagavond in de laatste minuut. Spits moet nog geen sliding nemen natuurlijk. Hè? Dus daar ga je al. Dus hij moet hem op de slof nemen. Ja, dat doet hij normaal gesproken wel. Maar nee, kijk, donderdagavond dan gewoon een hele felle partij op het einde. En de laatste minuut, zelfs in ondertal, trekt zijn gelijkspel over de streep. Maar goed, Las nam een sliding. Komt daar een beetje ongelukkig terecht. En vanochtend pas de knoop doorgak van joh, dit is niet een go. Dus gaat streep doorheen. Nou, toen wisten wij al wat het andere plan werd. Dat was Marco de Vries in de spits en Benjamin op back. Dus klaar. Goed, dan begint die wedstrijd en dan sta je in de beginfase. Het is ook wat Jeroen al zegt. Het zijn namen nog het initiatief. Jullie staan onder druk. Ja, nou ja, dat beeld hadden we voorhand ook geschetst. Heel snel lering willen trekken uit vorige week. Vorige week Bennekom, we hadden het net nog over. Ik vind bij DTS voetballend en positiewisselingen, paasnauwkeurigheid veel verder en sterker dan Bennekom. Alleen vorige week was dat een vertekend beeld, omdat wij organisatorisch in de teamfunctie verdedigen niet goed stonden. Vandaag daar wel meer een compliment naartoe, vooral op basis van de tweede helft. Kijk, de eerste helft was ook nog zoekende voor ons, omdat ze heel breed gaan staan met de 6, met de 12. Nou, stap je dan wel er half tussen, stap je wel door of niet door. Ja, dan lijkt het dat je over te laat bent, maar compliment hoe we dat opvingen. En met name de tweede helft, en zelfs kun je dan niet met al te sprankelen spel. Kun je tijd nog keren, alleen dat doelpunt van ten einde laat. Maar we geven vandaag eigenlijk wel weer die twee doelpunten makkelijk weg. Ja, want al, om bij het eerste doelpunt dan maar te beginnen. Hensbal van Ennis. Ja, ongelukkig moment. Ja, het is wel ongelukkig. We hebben er momenteel, is volgens mij dat de vijfde aan ingesloten. Dat we strafschop tegen krijgen. Ja, weet je, dat doet hij niet expres. Maar het is wel naïef. Het is hoe zeg je dat netjes? Een beetje dom, hè? En je had er geen VAR voor nodig?
Nee, deze was overduidelijk. Kijk, hij wil explosief de lucht in. Maar hij neemt beide handen mee. Nou ja, goed, de scheidsrechter gewoon terecht dat hij hem geeft. Maar ja, het is oerzonde voor ons. Op die manier kom je wel weer achter met 1-0 en kun je weer achter de feiten aan. En moet je weer wat overbruggen. Ja, en achter de feiten aan. En geen kans eigenlijk verder gezien, nauwelijks gezien voor Nunspeet in de eerste helft. Daar waar andere wedstrijden afgelopen weken eigenlijk heel veel kansen hebben gezien, alleen niet werden benut. Ja, inderdaad, dat klopt. Goede constatering. Waar we wel mee blij waren, nee, niet dat we dan die kansen, daar waren we minder blij mee. Maar we bleven gelukkig niet vanuit de organisatie lopen. Dat deden we in het verleden wel. Dan gaan we gelijk op jacht naar die 1-1 of die gelijkmaker. En dan krijgen we eerder die tweede tegen. En nu hielden we onszelf iets langer tot de rust in ieder geval in de wedstrijd. Kun je de boel in de rust aanpassen? Nou, dat hebben we gedaan. Alleen dan is het doodzonde dat die tweede op zo'n eenvoudige manier valt. Met een spelervatting, met een cornerbal. Binnen de vijf waar geen druk op is. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Maar goed, we hebben vandaag niet opgegeven. We hebben vanaf de 60ste, met name 70ste minuut, meer risico's genomen. Nou ja, daarin hadden we geluk mee dat DTS onnauwkeurig werd in de passing. Nou ja, en toen hebben we wel wat kansen gecreëerd. En Job schiet hem fantastisch in. En dan hoop je dat je iets meer geluk hebt. Maar dat zat niet mee. Uiteindelijk wel een terechte overwinning. Jeroen, jullie houden Nunspeet toch lang in leven. Hè? Want die 0-2 had al eerder kunnen vallen. Die valt dan wat later. En ja, daar blijft het dan ook bij, hè, wat doelpunten van jullie betreft. Ja, kijk maar naar de ranglijst. Op dit moment, voor deze wedstrijd, hebben we er 9 gescoord uit 7 wedstrijden. Ja, dat is DTS onwaardig, dat mogen we best wel zeggen. Met de kwaliteiten die we hebben, en het is niet zo dat ze ze bewust missen, helemaal niet. Maar ook vandaag zag je wel weer, het vertrouwen neemt dan een stukje af, initiatief neemt op een gegeven moment af. Nauwkeurigheid wordt wat minder. Tweede helft. Gaat Nunspeet wat hoger staan, ook met hun laatste lijn. Wil wat meer druk zetten natuurlijk, want ze willen toch op een gegeven moment die 2-1 gaan maken. Ja, daar ligt er zo gigantisch veel ruimte voor ons om dat uit te spelen. Als we een paar keer gewoon in één keer gewoon direct de bal doorspelen, staan we denk ik zeker 5-6 keer lopen we er dwars doorheen. Ja, dan neem ik mijn jongens wel kwalijk, want kijk, je kan goed in vorm zijn of niet. Maar je moet wel denk ik het spel lezen en herkennen wel hoe je een kans kunt creëren. En als je dat niet ziet, ja goed, soms zien ze het niet, soms spreken ze elkaar er niet op aan. Het is geen onwil, maar dan zie je nog wel dat we nog niet de vorm hebben waar we naartoe moeten. En dan zeg ik maar weer wat ik net heb gezegd, dan op een gegeven moment staan we 0-2 en wij krijgen ook heel weinig tegen. We hadden pas 6 tegen tot aan vandaag, en vandaag weer de 0, dus al de 5e keer in 8 wedstrijden. Dus wij weten ook wel dat wij... Ja, heel stabiel zijn en vandaag eigenlijk ook een anderhalve kans misschien tegen hebben gehad. En dat schot is geen eens een kans, wel een schitterende goal trouwens. Maar is ook geen uitgespeelde kans. Alleen die kan je een keer tegenkrijgen als je er niet voor zorgt dat je de derde maakt. Want hij valt heel laat. Maar voor hetzelfde geld in 3 minuten tijd valt er nog een keer een bal zo. En dan ga je nog weg met een punt. Is niet zo. Maar we moeten wel gaan verbeteren en gaan schaven. En er ligt een mooie uitdaging voor mij en de jongens. Succes. Ja. Erwin, ja, die goal van Hogendoorn die valt heel laat. In een fase dat Nunspeet echt gaat drukken, was er niet al eerder de mogelijkheid geweest om te gaan drukken? Nou ja, vanaf minuut 70 deden we dat eigenlijk al. Alleen toen zijn we nog niet 1-op-1 gaan spelen. Met het inbrengen, we hadden een andere wissel voor ogen. Lucas moest er uit met een blessure. Dan moet je even snel schakelen. Dus schoven Gian door naar het middenveld. Met Marcelo erin, nou ja, Karim door, dus dat was niet in eerste instantie de insteek. Maar dat pakte wel redelijk uit, alleen dan moet je meer de tweede bal winnen, meer geduldig over de zijkant. Ja, dan moet je een keer geluk hebben, vooral omdat je weet dat DTS heel weinig tegen heeft en weinig weggeeft. Dat een keer gelukkig valt, nou ja, dat hadden we niet mee. Maar ja, kan het eerder, kan altijd eerder, maar dat is achteraf. Kijk, DTS kan ook veel eerder die derde maken. Nu bleven we in de wedstrijd, maken nog 2-1. Ja, het enige momentje wat bij ons blijft hangen is verdikken met die vrije bal in blessuretijd. Afspraak, Dikkie die moest Job in één keer op de call nemen en dan wordt er in één keer een variatie gedaan. Ja. Dat is inbreng van de speler zelf. Job heeft een aardig dwarrelschot. Nou ja, nu is het niet zo, dus verlies je vandaag weer. Uiteindelijk een terechte overwinning voor DTS nogmaals. Maar we hebben gekke dingen gezien in het spelletje en dan kan het maar zo anders lopen. Nog één vraag dan tenslotte. Wat we regelmatig zien bij Nunspeet is die bal terugspelen naar achteren toe, rondspelen achterin. Via Champoot nog eens een keer die bal en dan toch... Te vaak afwachtend. Is dat onderdeel van het spel? Ja, het is wel onderdeel van het spel van Nunspeet. Alleen ja, daar zijn we hard doen naar trainen. Dat we het veld- en positiespel, de positiewisselingen, ja, daar willen we ook graag naartoe.
Dan kun je niet elke week in dezelfde samenstelling spelen. Hè. Dat heb je de laatste week kunnen zien. Maar goed, op de training geven we daar heel veel aandacht aan. Maar goed, we zijn de laatste weken met name bezig geweest om de organisatie te bewaken. Vooral een verdedigende setting. En daaromheen moet het veldspel, positiespel verbeterd worden. Maar dat kost tijd. Dat heeft ook een nasleep van de voorgaande jaren. Dat daar mogelijk minder aandacht aan besteed is. We doen het wekelijks. Op training zien we fantastische dingen. Alleen in de wedstrijd komt het er nog niet altijd uit. Maar daar moeten we wel positief blijven benaderen. En wordt er wel gescoord op de trainingen? Ja. Nee, natuurlijk op een training. Kijk, dat zeg ik, afgelopen donderdag waren we heel blij met het partijspel. In een ondertal dat het zelfs na 30 minuten 1-1 was. Ja, dus we hadden goede hoop na vorige week dat we vandaag ons wilden reverseren. Tegen een goed voetballende, makkelijk voetballende ploeg. Ja, uiteindelijk is het maar 2-1 en dan is het weer zo'n wedstrijd dat je zegt van... Je had eigenlijk al veel eerder, veel dikker achter moeten staan mogelijk, gezien de kansen. Maar je blijft in de wedstrijd. Nou ja, en dan moet je dat fortuin een keer mee hebben. En dat is nog niet bij ons. Oké, nou, wellicht dan de komende weken dat het gaat gebeuren. Volgende week bekeren, Unicum uit. Altijd lastig, ja. Tweede klasse. Ja, dat breng je heel mooi. Nee, laten we dat alsjeblieft niet onderschatten. Want dat is een fantastisch team wat niet zal misstaan in de eerste klasse. Dus een goede trainingsweek pakken. We zetten deze week in ook op saamhorigheid. Want we hadden heel graag dit komende weekend een keer vrij willen hebben. We hadden graag op donderdagavond willen voetballen, maar daar wilde de tegenstander niet aan meewerken. Ja, dus deze week gewoon de boel bij elkaar schrapen, lekker trainen en ontspannen naar het Nudicum leven. En die gaan we niet makkelijk oppakken. Maar goed, dan zal je mogelijk misschien andere spelers zien en dan weer fruitig werken naar CSV Apeldoorn. Succes. Heren, bedankt voor het napraatje over de wedstrijd Nunspeet-DTS. Eindigt vanmiddag hier op de Wildzang in een 1-2 overwinning voor de bezoekers uit Ede.